Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. Welkom bij Corinna en de Beestenboel met weer een gloednieuwe vlog. Die meneer die jullie daar zien liggen, die rode rakker van mij, die is de hele nacht niet thuis geweest. Nee, en zo wordt er nog één. En dan was die kleine zwart-witte daar. Die waren voor het eerst de hele nacht weer buiten. Ja, doen we alleen nog zomer zo nu en dan is het ook niet eens dat tijd. Dat ik had mijn hondje en mijn prinsesje lekker bij me, ja. En ja, zometeen komt mijn mannenke begeleider weer. Nou, die kan dus een plank van de schutting vastmaken. Zit die ook weer goed, ja. En ik ben voor mezelf met koffie bezig. En ik ga zometeen verder met een plaatje. Ja, was ik gisteren al mee bezig, maar ja. Toen werd ik onverwachts dus meegenomen op een uitje natuur. Ja, en jullie ook meegenomen, dat weten jullie. Want die komen jullie eerder te zien dan deze vlog. En ja, ik zou zeggen, geniet ervan. En het is prachtig mooi, ik zit weer met de deur open. Dus ja, wat let ons. Ja, dat, ik vind het heerlijk. Jij ook, man? Ja, een hoop herrie, wel weinig lawaai. Oh, de vuilnis, man. Oh, de kleine container die wordt geleegd. De kleine container die wordt geleegd. Ja, dat keek vanuit mijn huisje dus allemaal zien. Het wordt hier ook vaak als racebaan gebruikt, wat niet mag. Maar een sluiproute is het hier. Er wordt hier geparkeerd, wat ook niet mag, langdurig. Het is hier maar voor een kwartier, laden en lossen. En dan moeten ze eigenlijk wegwezen, maar ze staan rustig een hele dag. Of wat ook niet mag, dat is hier de straat in rijden. Nou, dat mag ook niet. Nee, het is hier een voetgangersgebied. Dus. Maar oké. Okay. Ook dat is die man weer gelukt. Ja. En wat is dat? Hé? Is hij? Mijn polsbandje. Ja. Hé? Hé. Meisje. Ja, hé? Ja, dat hij is klaar. Hé? Hé. Meisje. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, nogmaals, geniet van alles met wat jullie doorgaan. Ik ga koffie maken. Ik denk dat ik maar eventjes eerder eet dan tussen de middag, want ik heb zin in wat. Ja, ik heb het nog niet gegeten. Eigen schuld, dikke woord. Maar ik zeg, nogmaals, doei doei. Het is nog steeds prachtig mooi weer. Maar het is wel al kouder geworden, ja. En ik heb visite in de tuin. Vliegt het weg. Ai, zonde. Zat een koolmeesje bij de pindakaaspotje. En ik heb al duiven in de tuin gehad. Ja, maar die joeg, die kan je weg. Dus ja, daar kan je niks aan doen, hè. Nee. En daar ligt die rode. En de dametje ligt daarachter. Zuk, lekker weer. Ja, en ik ben niet weg. Ik blijf lekker thuis. Ik moet nog wel eventjes de boodschapjes weg. Maar, ja, ik denk, hou het lekker rustig. Ik ben met een plaatje bezig. Geef een plaatje wat te verstaan. En dan moet ik nog de fotovlog van Chrissy in elkaar zetten. Van dat we gisteren weg waren, de natuur in. Dus ja, ook nog een fotovlog erbij. Dat heb ik beloofd en dat doe ik dan ook. Ja, simpel zat. En dat komt allemaal wel goed. Ik ben nu bezig met een verjaardagsplaatje voor de mannen. Dus sexy. Ja, leuk. Ook voor de vrouwen. Oh, weer. Vogeltjes. Zo leuk. Ik dacht dat ik trouwens ook weer gezond ben.
weet het niet eens. Mooi is dat. Dit lijkt me een musje toe, als ik het zo bekijk. Leuk gezicht toch? Geweldig. Nou, ik ben benieuwd wat meneer mijn vrienden straks naar de container weer begint. Eigenlijk een boom hadden ze dat laten worden, maar we wouden geen bomen in de tuin. Nee, het neemt veel te veel zon in van je weg. Dus ook, ik zal hem eerst even uitzoomen trouwens. Sorry. Even kijken wat er lukt hoor. Ja, goed gedaan. Zo. Ja, dat, anders is het zo raar op elkaar. Ik ben niet. Maar in ieder geval, ik ga toch maar weer naar binnen, want ik word schreeuw. Om de zon in te kijken. Het is lekker rustig. Ook buiten is het rustig, alsof iedereen binnen zit. Waarom? Met het mooie weer, ik weet het niet. Ja, wie weet het wel. Maar ik ga in ieder geval even een bakje koffie maken. Ik heb al de hele tijd niks meer gehad. Vanaf, dat de budgetbeheerder weggeeft. Budgetbeheerder, ja hoor. Dat, ik heb het over met een vriendin over budgetbeheerders en over bewindvoerders. Dus dat komt erdoor. Dat mijn mannelijke hulp, die de plank even vastgemaakt heb enzovoort, die weg was, nou, dat was 11:00. Toen heb ik nog een bakje koffie genomen, maar na helemaal niks meer. Dus nog maar een bakje koffie. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe ik ook. Tot straks. Hey schat. Hey man. Ja, lieve vrienden, het plaatje is klaar. Was bezig het te gaan delen, maar ik ga eerst maar eventjes weg. Deel ik het straks wel weer verder op Facebook. En ik moet dan ook nog met de fotovlog van Chrisje bezig. En dan, maar ik ga eerst even lekker nog weg, voordat het weer straks helemaal omslaat. Want de verwachtingen zijn niet al te best, dacht ik, wat ik gehoord heb van anderen. Maar het wordt ook zo langzamerhand frisser, omdat we ook bij de zee zitten natuurlijk. Dus ja, ik ga dan lekker even er nog van genieten, nog dat het kan. En ja, even wat lekker scoren voor de feestdagen. Ik bedoel, morgen is het hemelvaart, dus ja, ik wil ook eventjes genieten. Toch? Dus ik zeg, lieve vrienden, tot strakjes. Neem jullie niet mee? Nee, gaat nou niet lukken. Doei. Goed zo. Grote jongen hoor, pak hem maar, pak hem, goed zo. Goed zo man. Grote jongen hoor. Wat een grote jongen. Ja, ik ben weer even weg geweest, lieve vrienden. Even boodschappen gedaan en mezelf een moederdag cadeautje gegeven. Ja, anderen doen het niet, dus doe ik het zelf. Ga doen. Ga door. Doe maar. Doe dan. Goed zo, man. Grote jongen hoor. Knap gedaan. Nog twee. Nu nog twee. Ja, goed zo. Nou dan, kerel. Hé? Ja, daar zit ook nog in die andere. Hierop, kom. Kom, kerel. Kijk eens hierop. Die nog. Oh, water drinken. Oh, ja, mag ook. Dat moet kunnen. Ja, lieve vrienden, ik zal jullie even omdraaien, maar ik heb twee handen nodig. Zo, dat, Ik heb twee jurkjes gescoord. Eentje moet nog passen, de andere die hek gepast.
De ene komt bij de ene winkel vandaan, dan hebben ze geen paskamer. En de andere komt bij CNA vandaan. En een eentje bij de Libera. Ja. Dus dat ik boodschappen gedaan. En dat zal ik ook gaan opruimen. Dus ik heb nog even drukjes vandaag. Tenminste nu. Wat even hondjes zometeen ook eten geven. Moet ook weer gebeuren. Ja, doe maar. Wat doe dan? Pakken. Ja, je moet niet reigen, je moet pakken. Pakken dan. Nee, die andere. Pakken. Ga pakken dan. Die. Pakken. Ja, die ja. Ja, doe maar. Doe maar met de neus omhoog. Ik heb wel. Doe maar. Pakken. Ja, met de pootkin ook. Dat doen ook hondjes goed. Die zit vast. Die haakt. Nou, je moet er ook wat voor over hebben. Doe maar. Omdat je zo'n grote jongen bent. Je hebt zo goed opgepast, hè. Ja. Grote jongen. Hé, grote jongen toch, of niet dan? Ja, hè. Die is zo'n grote kerel, hè. Ja. Zeker een grote kerel. Nou, daar heb ik dus weer wat voor meegenomen. Maar ik ga eerst even een bakje koffie maken. En ik heb ook een Bounty. Neem ik er ook lekker bij. Even energie hebben. Want ik ben zat weer. En dat komt alleen maar ook door die booster. Want ik verga van de rugpijn erdoor. Ja, en dat is niet leuk. Nee. Maar oké. Ik ga opschieten en ik kom straks nog wel weer een keer retour. Ja, lieve vrienden, ik heb al één jurkje aan. Ja, ik vind hem heel erg leuk. Die staat me ook goed, had ik gezien in de spiegel. Ja, ik kan zonder stok helaas niet gaan staan. Maar hij is echt heel erg leuk met zo'n roesje erlangs. Ik kan hem ook zo dragen, weet je wel. Nou. Dat is ook toch hartstikke leuk, zo weet je wel. Maar ja, dan behoor je er eigenlijk geen BH onder te hebben, vind ik. Maar wie ben ik? Dan moet je zo'n strapless BH hebben. En die heb ik niet. En dat voegt bij mij ook voor geen meter. Dus ik laat het gewoon lekker zo. Ja, helemaal geen problemen mee. Lekker luchtig. Dus ik ben er blij mee. En de andere die zit nog in een tasje, die gaat mee naar boven toe. En heb ik met het weekend denk ik aan, of vrijdag, weet ik veel. Ik zie wel wanneer ik die aandoe en dan komt het je toch ook weer op de vlog. Simpel zat. Zo show ik mijn spullen. Ja, hè liefie? Ja nou schat. Jij bent mijn schatje. Ja, je bent mijn engeltje. Mijn hondenengeltje, hè? Ja, mijn hondenengeltje. Ja, ja. Dan was het allemaal lekker. Ja, je krijgt zo nog eten, hè? Ja. Maar je hebt net dat allemaal gehad. Dus hoeft nog even niet. Even nog maar wachten. Kun je nog even naar buiten? Kun je nog even spelen? Of weet ik veel wat. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks. Ja, meneertje is binnen. En die blijft naar binnen, want hij gaat niet vannacht weer op de kletter. Nee. En dat hondje daar, die heeft zijn bak weer schoon leeg. Dat ik ben trots op hem. Hij doet het goed. Die dame komt er ook niet meer uit, anders is ook vannacht weer op de kletter. Gebeurt dus niet. En ik heb een lekker bordje met eten voor mijn neus. Macaroni bolognese. Natuurlijk, een wijntje kan niet ontbreken en mijn koffie al helemaal niet. Nee. Dat ik zeg gewoon bij deze. Allemaal. Degene die ook nog eten moeten, net zoals ik. Ik ben heel erg laat. Het is 8:15.
Maar ja, ik moest de tuin even water geven en ja, nou ben ik bek af van. Ja, echt zo moe. Want dat vergt nog veel van me. Maar oké, het is gebeurd, het is gedaan. Het is weer klaar. Daar ben ik blij om. En ja, ik ga nog lekker een hapje eten. En dan gaat hij eerst even kijken. En dan zien we wel weer wat de avond opbrengen gaat. Ik zeg, tot straks. Ja, en mijn hondje die ligt er lekker. Is net op de bank gesprongen en is gelijk daar weer lekker gaan liggen. En zo lief. Oh, het licht brandt ook, zie ik. Dus ik kan hem helaas niet omdraaien naar mezelf toe. Nee, dan word ik weer lekker scheel, doen we me niet. Dat, ja, ik zeg allemaal, lieve vrienden, geniet nog van jullie korte avond. Het is bijna 12 uur. Het is geloof ik al 12 uur. Ja, 0000, allemaal nulletjes op een rij, ja. Waar de rest is, dat weet ik niet. Van de dierenbende? De beestenwol? Nee, ik zie ze niet. Maar in ieder geval, ja, die klein zwart-witte is helaas weer naar buiten. En ik weet niet of ze al in de buurt is. Ja, er komt de krik aan. Zo. Nou. Dankjewel, meisje. Ja, en de rode die is binnen, dus die is boven. En onze prinsesje die is ook, denk ik, boven. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik wens jullie allemaal een genoeglijke nacht. Dus dan komt ze net aan. Ah. Hallo. Hallo, meisje. Maar in ieder geval, en daar komt meneertje aan. Ja, jullie denken dat er heel wat is, zeker? Ja. Nee, kijk, dat bedoel ik, hij wil eruit, maar dat gebeurt niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie allemaal een genoeglijke nachtrust en gezond weer op. En natuurlijk zien we elkaar na de nacht weer, zijn we weer bij elkaar. Dan gaan we gewoon weer lekker verder met hetgene wat we doen. Zo, het is hier druk, jongens. Mijn genade. Maar in ieder geval, dat komt allemaal goed. Ja, jullie zullen denk ik ook wel zien op mijn volgers dat het af en toe hier ook druk is, hè? Ja. En we komen er niet uit meer. Nachtbraker. Afgelopen nacht ook niet thuis geweest. Zo, hé. Nee. Kom ze er niet uit? Simpel. Laat me zien hoe stout je kan zijn. Nee. 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 Nee hoor. Maar oké, lieve vrienden. Tot later.